hele goede middag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Geëngageerd Gelul. Mijn naam is Bastiaan Toornent, ik ben podcaster, opiniemaker, maar ik ben ook vooral acteur, theatermaker en schrijver. En iedere week schrijf ik wel meerdere columns en één van deze columns laat ik nu vandaag aan u horen. De columns gaan altijd over maatschappelijke onderwerpen, politieke onderwerpen of het dagelijkse leven, de dagelijkse beslommeringen. En zij geven vaak net een andere kijk, waardoor u of juist de humor van een situatie inziet of juist erover na gaat denken. Nou, u kunt deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en nog veel meer andere podcastplatformen. Tevens zijn we op YouTube te vinden, natuurlijk daar met een filmpje met de podcast en natuurlijk ook op mijn Facebook fanpage. En wilt u meer informatie, kijk dan even op mijn website en dat is www.torenent.nl. En nou hebben we genoeg geluld, we gaan gelijk over naar de column. En deze dag heet de column: Je zou Sigrid Kaag maar zijn. Gisteravond kwam ineens bij mij op: Je zou Sigrid Kaag maar zijn. Vrouw, 61 jaar, internationale carrière bij Shell, jarenlang diplomaat voor buitenlandse zaken, VN-directeur, adviseur, speciale coördinator, Midden-Oosten-directeur en uiteindelijk VN-ondersecretaris. Vervolgens minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geworden en later minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte 3. Ondertussen ook nog als partijleider verkozen van D66... die je vervolgens met winst de verkiezingen hebt doorgeloosd, terwijl je een jaar daarvoor nog niet echt bekend was bij het merendeel van de Nederlandse bevolking. En waar vallen we als Nederlanders het meest over? Je houding. Je komt elitair over. Je doet hautain en staat zogenaamd heel, heel ver weg van de gewone hardwerkende Nederlander. Maar dat laatste vind ik eigenlijk ook al een term om van te kotsen. De gewone hardwerkende Nederlander. Iedereen die het nodig vindt om normale burgers, de mensen van de straat, ik bedoel het zogenaamde klootjesvolk, te duiden als gewoon hardwerkende Nederlanders, hoort zelf beduidend niet tot de groep hardwerkende Nederlanders. Het is een baninerende term die duidelijk verraadt dat zelfs bijvoorbeeld een Geert Wilders of een Thierry Baudet, die zogenaamd altijd zeggen waar het op staat en doen alsof ze onderdeel zijn van het klootjesvolk, zichzelf eigenlijk ver boven deze groep plaatsen. Maar Sigrid Kaag, nemen we het kwalijk dat ze elitair is, hautain, arrogant overkomt. En ook ik maak me daar eigenlijk ook wel schuldig aan. Ook ik irriteer me mateloos als Sigrid Kaag me als een of andere wijsneuzige lerares de les gaat lezen over hoe de nieuwe bestuurscultuur eruit moet zien. Als ze doet alsof de vragen van journalisten op een best wel schofferende speech vreemd zijn, onverwacht en niet zoals het hoort. Maar die ergernis is misschien toch niet helemaal terecht. En als je naar haar carrière kijkt, heeft ze dan niet gewoon recht om een beetje arrogant te zijn? Elitair over te komen? Je zou Sigrid Kaag maar zijn. In het geheim getrouwd met een Palestijnse man die jarenlang politicus was voor de Fatah-partij. Onderminister van Arafat is geweest en later ambassadeur werd voor Palestina in Zwitserland. Een man waar je nog steeds gelukkig getrouwd mee bent en 4 inmiddels volwassen en succesvolle kinderen mee hebt grootgebracht. Een man die je steunt in jouw eigen politieke en internationale carrière, ondanks dat dit ingaat tegen de gebruiken van de cultuur waarin hij is grootgebracht. Een man die je nu met je
hier in Nederland is gaan wonen. De Nederlandse gebruiker zich heeft eigen gemaakt en als erkend tandarts zijn eigen praktijk heeft. Een man die jou je eigen geloof laat houden terwijl hij zelf opgegroeid is als moslim, maar inmiddels al jaren als atheïst door het leven gaat. Maar wat zegt Nederland? Dat je een Palestina-vriendinnetje bent. Een terroristenknuffelaar. Een onderdrukte vrouw. En je bent zelfs, voor sommige organisaties heb je zelfs moeten bewijzen dat je geen moslima bent. Alleen maar omdat je man oorspronkelijk uit Palestina komt. Je man, die nooit meedoet aan discussies of überhaupt nog een publiek leven leidt, wordt voor IS'er, Taliban-strijder en moslim-extremist uitgemaakt. Je zou Sigrid Kaag maar zijn. Zeer talentvol diplomaat en bestuurder, maar ook vrouw, waardoor je steeds weer je vele malen meer moet bewijzen dan je mannelijke collega. Er wordt meer gekeken naar wat je aan hebt, je iets te rode lippenstift en of je wel vrouwelijk genoeg loopt op de hoge hakken die je draagt, dan de werkelijke behaalde successen die je hebt gehad als minister. Als je vriendelijk bent en je inleeft, vinden ze je te gevoelig en te slap handelen. Ben je juist streng en wijs je mensen op hun verantwoordelijkheden, dan word je weggezet als heks. Je moet harder roepen in de ministerraad, omdat de goedlassen, liefende en last van zijn geheugen hebbende premier als een echte man de neiging heeft om minder naar vrouwen te luisteren en hen eerder af te kappen. En als je aangeeft dat je niet veel mensen echt vertrouwt, maar wel zakelijk de regel hanteert, afspraak is afspraak, dan schoffeer je zogenaamd je eigen fractie en word jij aangemerkt als de schuldige voor de stroef lopende formatiegesprekken. Je zou Sigrid Kaag maar zijn. Redelijk nieuw in de politiek, waar je niets moet hebben van de onderlinge spelletjes die worden gespeeld. Niet sterk in debatten bent omdat je de retorica slechts ziet als een symbool van oude politiek en een veel eisende achterban hebt die jou op handen lijkt te dragen, terwijl ieder ander kan zien dat jouw tweede man, Rob Jetten, een veel groter politiek talent is dan jij zelf ooit zal zijn. Hij zal je altijd blijven steunen en achter je staan, maar is voor jouw positie altijd een gevaarlijke concurrent. Je zou Sigrid Kaag maar zijn en bijna dagelijks moeten onderhandelen met de stugge Wopke Hoekstra, die in werkelijkheid een veel arrogantere houding aanneemt dan jijzelf. Een man die verloor in de verkiezingen, verloor met het kabinet van Europa en ook verloor in zijn eigen partij met alle toestanden rondom Pieter Omtzigt en de andere onzekerheden die rond het CDA hangen. Je zou Sigrid Kaag maar zijn en geroepen hebben voor nieuw leiderschap. Voor een nieuwe politiek en nieuwe bestuurscultuur. Nog zo'n woord om van te kotsen. Je zou Sigrid Kaag maar zijn en de kans willen nemen om nu eindelijk echt een progressief kabinet te vormen om de belangrijke zaken in Nederland werkelijk te veranderen in plaats van de eeuwige stilstand van de kabinet Rutte. Je zou hem maar steeds weer op zijn verantwoordelijkheden hebben gewezen waar hij geen enkele keer van blijkt te leren. Je zou maar door zijn en Wopke's stuge houding de verstandigste moeten zijn en je bezwaren tegen een partij moeten laten vallen. Je zou Sigrid Kaag maar zijn en werkelijk de formatieonderhandelingen over wat voor nieuw kabinet verliezen. Maar we zijn
Sigrid Kaag. Wij staan niet voor die keuzes, uitdagingen of gevechten. We zijn onszelf. En ik hoop dat Sigrid Kaag na alle toestanden van de formatie dat ook nog is.